Ik hoor hier eentje die ook wat ja, dit is assistentie nodig heeft. Kleine Missie. En Missie wil heel graag een beetje melk. Ja, dan halen we erbij. Dat zullen we dan maar eventjes doen. Ze heeft haar oogjes open, maar volgens mij ziet ze nog niet zoveel. Ze ziet een beetje schimmen op dit moment. Ze is nu bijna 2 weken oud. En met 10 dagen zijn haar oogjes open gegaan. Ja. Maar eigenlijk totdat ze 1 week of 8 zijn, zien ze niet fantastisch goed. De situatie hier op het eiland is echt dramatisch. Ja. En er is gewoon ontzettend veel leed door overbevolking. Ja. Mensen steriliseren niet, dus het stikt overal van de kittens die gedumpt worden. Ja. Langs de weg, in dozen, in zakken, gedoemd om te sterven. En dat is, dat is verschrikkelijk. Kan niet. En elke kitten die ik opvang en die dan een huisje vindt, dat is er weer eentje minder. Ja. En dat geeft ook weer een plekje voor de volgende. Ja, en je moet haar met de fles voeden, want er is geen moeder. Nee, zij is zonder moeder gevonden. En tot een 1 week of 4, wanneer de tandjes door gaan komen, drinken ze uit de fles. Ja. Dus daar zit ze ook ongeduldig op te wachten. Nou, kijk eens. Dat zullen we dan eentje doen. En ze drinkt goed. Oh, dat staartje gaat heen en weer. Ze is er helemaal klaar voor. En die oortjes die moeten ook meedoen, hè? Dan zie je dat ze drinken. Als ze echt goed drinkt, dan klappen de oortjes een beetje mee. Dat is de dubbelcheck. Sommigen die kwispelen heel erg met het staartje. En hoeveel kittens vang je op zo per jaar? Ik heb laatst toevallig een keer uitgerekend dat de laatste 3 jaar dat ik over 100 kittens hier heb gehad. Wow. En dat varieert van 1 dag oud tot 6-7 weken. Die binnenkomen. Ja. Als ze dan vaste voeding zitten en 4 maanden, 5 maanden oud zijn, dan worden ze gecastreerd, gesteriliseerd, neem ik aan? Ja, nou, in principe hoop ik ze eigenlijk meestal voor die tijd al naar iemand te hebben uitgeadopteerd. Oké. Dus eigenlijk vanaf 1 week of 8 weken kunnen ze naar een nieuw baasje. Ja. Dat is ideaal. Ja. Mocht dat inderdaad niet het geval zijn en ze zijn nog steeds hier, dan worden ze inderdaad gesteriliseerd. Ja. En als er geen opvang voor is of geen adres, dan blijven ze gewoon? Ja, een groot deel, gelukkig, het grootste deel wordt wel geadopteerd. Okay. Ze zijn natuurlijk hartstikke leuke kittens. Ja. Maar er blijft wel eens wat hangen en die blijven hier. Ja. Mensen in Nederland kunnen ze ook adopteren? Ze kunnen ook naar Nederland. Ik kan alle vaccinaties regelen, alle papieren. Okay. Ze eigenlijk hier op de vlucht zetten. Ja. En dan komen ze in Schiphol van de band af. En wat is er zo leuk aan de katten van Curaçao? De katten van Curaçao zijn ontzettend makkelijke katten eigenlijk. Ze zijn heel relaxed. Ja. Ze zijn heel sociaal. Ik heb natuurlijk, ik laat ze ook af en toe tussen mijn eigen katten. Ze zien de honden. Ja. Ja, ze maken alles mee hier, dus ze zijn niet bang. Nee. Te gek. Maar deze zit geloof ik wel vol. Nou, ik vind het geweldig wat je doet hier. Overweging een kat te adopteren. Adopt, don't shop, denk erom. En je wil een kat die goed gesocialiseerd is, die aan honden gewend is. En een van deze beesten een huisje geven. Kijk op Kitten Rescue Curaçao en adopteer ze.